Hoofdstuk 5, paragraaf 3. Hoe sociaal is ons land? In de vorige paragraaf heb je al gezien dat zorg een van de grootste uitgaven van de overheid is. Nu gaan we eens even inzoomen op hoe die zorg er precies uitziet, namelijk de verzorgingsstaat. We gaan het hebben over het verband tussen sociale zekerheid, het sociaal minimum en de verzorgingsstaat. Het verschil tussen werknemersverzekeringen en volksverzekeringen. En je gaat zien hoe het schema van sociale zekerheid eruit ziet. De Nederlandse overheid vindt en zegt dat iedereen recht heeft op een bepaald minimuminkomen, het zogeheten sociaal minimum. En het sociaal minimum houdt in dat je eigenlijk per maand een bepaald minimumbedrag moet kunnen krijgen om van te leven. En onder dat bedrag zou je eigenlijk niet moeten kunnen komen. Nou, heeft de overheid een bepaald aantal dingen bedacht om daarmee te helpen, zoals huurtoeslag. Als je minder geld verdient en je woont in een sociale huurwoning, kun je huurtoeslag krijgen om je te helpen die huur te betalen. Of zorgtoeslag. Iedereen moet verplicht een basisverzekering afsluiten. Ja, voor mensen voor wie dat toch wat te duur is, die kunnen zorgtoeslag krijgen. En daarnaast heeft de overheid ervoor gezorgd dat basis- en voortgezet onderwijs goedkoop tot helemaal gratis zijn. Nou, alles om ervoor te zorgen dat iedereen van bepaalde faciliteiten gebruik kan maken. Wonen, onderwijs en zorg. Zonder dat je per se onder het sociaal minimum komt te leven. De minimum aantal middelen die je nodig hebt om te kunnen leven. En dat sociale minimum en die verzorgingsstaat zijn gebaseerd op een stelsel van solidariteit. Een beginsel van solidariteit. En een beginsel betekent een gedachtegang of een bepaalde gezamenlijke afspraak, een uitgangspunt. Nou, hoe zit het nou met die solidariteit? De overheid zegt, ja, alle werkende mensen die moeten allemaal relatief een klein beetje van hun salaris afgeven aan sociale premies. En een wat groter deel van hun salaris aan de belastingen. En met al die beetje die de overheid per persoon krijgt, heeft de overheid weer genoeg geld om het aan de andere kant uit te geven aan de mensen die het nodig hebben. De mensen die misschien niet werken of die heel veel zorg nodig hebben. In de vorm van sociale verzekeringen en sociale voorzieningen. En die mensen krijgen dan allemaal een wat groter deel van het geld, want die zorg of die voorzieningen zijn vaak heel duur. En daar kunnen mee betaald worden door middel van al die kleinere beetjes die iedere werkende persoon inlevert bij de overheid. Nou, wat voor sociale zekerheid er allemaal is, geven we weer in een schema. Het schema van sociale zekerheid. Aan de linkerkant beginnen we met de sociale voorzieningen. En de sociale voorzieningen die worden betaald met belastinggeld. Bijvoorbeeld die inkomstenbelastingen die je van je loon betaalt aan de overheid. Nou, wat voor dingen zitten hier nou bij? Bijvoorbeeld de bijstand, een bijstandsuitkering voor mensen die niet kunnen werken. Of kinderbijslag. Aan de andere kant van het verhaal hebben we de sociale verzekeringen. En net als normale verzekeringen worden ook sociale verzekeringen betaald met premies. In dit geval sociale premies. Ook die worden voor mensen hun lonen ingehouden. En die sociale verzekeringen zijn dan weer onderverdeeld in twee verschillende subcategorieën. Eerst de volksverzekeringen. De naam zegt het al. Hier heeft het hele volk recht op. Bijvoorbeeld de AOW, de Algemene Ouderdomswet. Iedereen die een bepaalde leeftijd bereikt, rond de 66 hangt het nu, die krijgt een AOW-pensioensuitkering. En de ANW, de Algemene Nabestaandenwet. Als jouw partner de kostwinner was en die komt te overlijden, dan heb je via de overheid recht op nog een uitkering, een soort van compensatie, om toch nog geld binnen te krijgen omdat die partner nu niet meer kan. De andere subcategorie van de sociale verzekeringen zijn de werknemersverzekeringen. En ook deze naam zegt het eigenlijk al. Hier hebben werknemers recht op. Of in ieder geval mensen die eerst werknemer waren en nu niet meer kunnen of mogen werken. Bijvoorbeeld de WW, de werklozenwet. Als jij bent ontslagen, heb je hier recht op. Of de wet inkomsten naar arbeidsgeschiktheid. Ja, hier heb je recht op als jij ineens gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt raakt. Dan kun je alsnog een inkomen krijgen via deze wetten. Ja, het schema van de sociale zekerheid is eigenlijk een grote verzameling van wat voor uitgaven de overheid eigenlijk allemaal heeft om ervoor te zorgen dat we in Nederland allemaal boven een bepaald sociaal minimum kunnen leven. En het sociale zekerheidsschema is gebaseerd op een beginsel van solidariteit. We dragen allemaal onze steentjes bij, zodat we ook allemaal een bepaalde prettige levensstandaard kunnen hebben. Je leert het verband tussen sociale zekerheid, het sociaal minimum en de verzorgingsstaat. Je leerde het verschil tussen werknemersverzekeringen en volksverzekeringen en je leerde hoe het schema van sociale zekerheid eruit ziet. Om te controleren of je deze leerdoelen ook bereikt hebt, kun je de volgende opgave maken. Lukt het je nou niet of heb je andere vragen of opmerkingen, dan zie ik die graag terug in de reacties. Ik wil je bedanken voor je aandacht en graag tot de volgende keer.